Inter Mungutapu en Bentanglahir. Inter en Bentanglahir, Inter in het rood. Damien Brunswijk in balbezit. Sergio Eduard geeft af. En Naldo Kwasi die scoort 1-0. Nogmaals de herhaling. Het doelpunt van Naldo Kwasi na goed voorbereidend werk van Brunswijk en Sergio Eduard. Hier weer een goede combinatie. Weer Brunswijk, Miquel Molli. En Romeo Castile die scoort 2-0. Die kreeg de bal van Molli nadat Brunswijk hem de bal gaf. Hier weer Brunswijk aan het begin van de bal. Molli die speelt breed op Kwasi. En die geeft dan Castile en die maakt er 3-0 van. Voorgetrokken door Naldo Kwasi en ingetikt door Romeo Castile. 3-0 voor de ploeg van Inter Mungutapu. Marvin Podrona hier met een lelijke overtreding op Urano Morris. En dat levert hem gelijk rood op. De rode kaart voor Marvin Podrona. En hier geeft Evani Lesperance de bal aan Jerry Boldewijn. Hij scoort 3-1, passeert Andio Adipi. Gerald Wijks op links op Miquel Molli. En wat een doelpunt is dat van Molli. Golasso. Tussen kruising paal en lat. 4-1 Inter Mungutapu. Dat was ook de ruststand in de wedstrijd. Fantastisch doelpunt van Miquel Molli. Hier geeft Urano Morris de bal aan Miquel Molli. En hij scoort het vijfde doelpunt voor de ploeg van Inter Mungutapu. En de wedstrijd werd geëindigd na 70 minuten spelen, omdat Bentanglahir op dat moment met slechts 7 spelers op het veld was, waardoor de wedstrijd niet kon worden afgemaakt.